Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hadden vandaag te maken met veel bewolking. Daaruit viel af en toe regen en motregen. En hier en daar brak ook even de zon door. Maar kijken we op deze satellietfoto, dan zien we dat er brede opklaringen zitten boven Engeland. En dat er boven Ierland alweer nieuw nieuwe bewolking zit. En dat is een warmtefront. En dat bereidt ons morgen in de loop van de dag. En dit alles trekt dus van west naar oost. Zien we ook terug op de modelkaarten. Hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan neemt wat af en een regengebied nadert via de Britse eilanden ons land. En dat trekt dan morgen in de loop van de middag en avond van west naar oost. En als dat regengebied gepasseerd is, dan zitten we in een stukje niemandsland. Hoge drukgebied is nog niet de baas, maar de lage drukgebieden die zijn ver weg. Dus al met al is het vrijdag waarschijnlijk droog weer. Dat zou voor het eerst zijn sinds lange tijd. Verder ook behoorlijk wisselvallig weer in het Middellandse zeegebied. Met zware regen- en onweersbuien. Eigenlijk vanaf de Balearen tot aan de westkust van Italië. En dat dan verdeeld over morgen, donderdag en waarschijnlijk ook nog vrijdag. Het weer bij ons in detail. Veel bewolking op dit moment. Af en toe kan er nog hier en daar wat regen vallen. En dat geldt ook voor de avond- en de nachtelijke uren. Maar er zijn ook opklaringen en dan kan zich mist vormen. En die mist kan vroeg in de ochtend even lastig zijn. Later op de dag weer veel bewolking en hier zien we dan het regengebied vanuit het westen naderen en dat bereikt pas tegen de avond het oosten van het land. Wisselvallig weer dus vooral morgen later op de dag en daardoor morgen misschien een drukke avondspits. Vanavond nog een enkel spatje dus, verder weinig aan de hand, temperaturen rond 9 graden. In de nacht is het zo'n 6 tot 9 graden, maar tijdens wat langere opklaringen kan het 3 graden worden. Maar dan ontstaat er ook meteen mist. En de kans op mist is het grootste in het zuiden en oosten van het land. Daardoor morgen tijdens de ochtendspits, dus misschien hier en daar slecht zicht. Verder veel bewolking, heel af en toe nog wat zon. En in de loop van de dag komt dan dat regengebied vanuit het noordwesten naar het oosten trekken. Ik denk dat het in uh, Twente, de Achthoek en Limburg nog tot een uur of vijf, zes droog is. Dus daar een grotendeels droge dag en vooral de avonduren pas regen. 11 tot 13 graden. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en die wordt windkracht 5, windkracht 6 aan zee. Kijken we dan wat verder vooruit. Nou, dan kan er donderdag nog een spatje vallen, maar het is toch vooral droog met veel bewolking en weinig zon. Wel iets zachter, 12 tot 14 graden. Vrijdag ook 14 graden. Dan zien we de zon wat vaker doorbreken. En ook zaterdag verwacht ik af en toe zonneschijn, vooral de ochtenduren. Later op de dag neemt dan de kans op wat regen weer toe. En de temperatuur, nou, die doet voorlopig weinig spectaculairs. Heel langzaam zit er een wat dalende trend in de maxima. Maar heel veel stelt dat niet voor. En ook in de nachten, die worden geleidelijk weer wat kouder. Nou, dat hoort allemaal bij de tijd van het jaar. Normale middagtemperatuur is 14 graden. Daar zitten we de komende dagen dus rondomheen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.